hele goede morgen. Ik heb echt vandaag zo'n opgezwollen hoofd. Gewoon na het slapen, niet normaal. Wij zijn onderweg naar Zwartjansstraat. En wij gaan even ontbijten bij de Marokkaan. Wat we het heel erg lekker vinden. En dat is een beetje de planning. En Nesim heeft heel erg zin in de avocado shake van hun. Maar volgens mij staat er best wel veel suiker in, of niet? Nee, helemaal niet. Maar het is wel lekker. Ik heb zin in. Dus dat is een beetje de planning. Het is echt heel erg rot weer buiten. Niet normaal. Ik ben echt moe en opgezwollen ook. Ik ben uit de doekter, man. Jongens, ik heb jullie mijn telefoon nog niet geshowt. Maar helemaal naar de klote. Nieuwe iPhone 12. Shit, man. Dit is echt gewoon een hint dat ik een nieuw mobiel moet hebben. Zo. Lekker hoor. Hoi, Nesim. Waar zijn wij? Wij zijn gewoon bij de T-Mobile Store. Ik ben erachter gekomen dat als ik mijn schermpje dus ga repareren, dat het mij 167 euro kost. Dus dat ga ik niet doen. We zijn even aan het kijken voor een nieuw mobiel. Ik laat jullie straks even zien wat wij gaan doen. Zo, wij zijn alweer thuis. Ik heb een nieuw mobiel gehaald. Die laat ik jullie allemaal straks even zien. Toen ik thuis kwam heb ik een pakketje ontvangen. En het is van Ana Luisa. En hier wacht ik even een tijdje op. Ik merk dat ik laatst het echt gewoon helemaal into sieraden ben. Dus ik ben hier echt super blij mee. En Ana Luisa verkoopt dus echt goud en goldplated. Ik heb beide uitgekozen. Zowel echt goud als goldplated. En wat echt leuk is om te weten is dat hun goud is echt voor 100% wordt gerecycled. Het is echt goed voor het milieu. En wat ook echt leuk is om te weten is dat het van dezelfde juwelier komt als die van Tiffany's en van Louis Vuitton. En zoals jullie weten heb ik oorbellen van Louis Vuitton. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Maar volgens mij zijn die niet echt goud of gold plated. Dus dit zal dan veel beter moeten zijn. Je krijgt zo'n doosje. Daar zitten van die zakjes in. En ik heb 3 items uitgekozen. Dan zal ik jullie allemaal even stuk voor stuk laten zien. De eerste item, ik heb hem nog niet opengemaakt. Oh, heel mooi. Ik heb deze oorbellen uitgekozen in het goud. Deze zijn echt heel mooi. Ik vind het echt medium oorbellen. En deze zijn niet echt goud, dat weet ik wel. Dit is gold plated en is echt heel goed voor mij. Want ik ben dus echt gewoon allergisch voor alles wat nep is als het om mijn oren gaat. Want ik heb eczeem achter mijn oren. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Het zijn zeg maar echt van die fashion oorbellen. Maar dan gold plated. Echt top. En ik weet dus dat Ana Luisa echt super goed betaalbaar is. Ook de echte gouden producten zijn heel erg betaalbaar. Zo, zo zien de oorbellen uit. Oh, ik vind ze echt heel mooi. Heel eenvoudig. Maar echt super mooi. Echt geweldig. Ik heb helaas geen kortingscode voor jullie trouwens. Maar vanaf 1 november is er Black Friday sale op hun website. En dat betekent dat je bijna 25% korting kan krijgen. En het is zo van hoe meer producten je eigenlijk koopt, hoe meer korting je krijgt. Je krijgt eigenlijk een soort van stapelkorting. En dan kan je bijvoorbeeld deze oorbellen voor scoren. Oh, ik ben hier heel blij mee. Ze zijn echt heel mooi eenvoudig. En ik ben ook echt heel erg blij dat ze goldplated zijn. Die kan ik gewoon lekker op dagelijkse basis aan. Heel erg mooi. Love it. Tweede product. Volgens mij heb ik ook echt letterlijk alleen maar oorbellen uitgekozen. Tweede product. Volgens mij zijn het iets kleinere oorbellen, want ze zijn iets lichter. Dat zijn... Oh, dat zijn deze oorbellen. En ik weet van deze dat ze 100% goud zijn. De reden dat ik voor deze heb gekozen, deze zijn dus echt goud... is omdat ze lijken op mijn oorbellen van Turkije, maar die zijn helaas kapot. En toen dacht ik van, nou, ze lijken er precies op. Ik ga ze gewoon bestellen. Plus, deze zijn gewoon echt gewoon 2 keer goedkoper dan die van Turkije die ik daar heb gehaald. Heel erg eenvoudig. Ze zijn eigenlijk gewoon van die mini hoops, maar dan toch mooie details. Zo, ik heb de oorbellen nu in. Echt, deze echt veel beter dan die van mij die ik heb gekocht. En ik zal jullie uitleggen waarom. Want mijn slotje, het ging echt zo heel moeizaam dicht. En daardoor zijn ze eigenlijk ook echt stuk gegaan. En deze zijn heel erg subtiel. Maar je kan ze echt heel makkelijk zeg maar dichtklikken. En het is gewoon veel steviger. Dat merk je gewoon. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. En dit zijn ook weer oorbellen gewoon voor daily eigenlijk. Kan ik gewoon weer dagelijks dragen. Ik vind ze echt super cute. Dan de laatste oorbellen. Laat me even hieronder weten welke jullie favoriet zijn. De laatste oorbellen. Dat zijn, oh, ik vind deze echt heel mooi. Dat zijn deze. Deze zijn ook echt van goud. En het zijn eigenlijk gewoon mini hoops.
heel mooi subtiel. En vooral als je haar echt vast hebt. En dan zo achteroverkant. En dan met deze oorbellen. Echt super mooi. Kijk. Zo is die los. En dan klik je hem zo heel makkelijk in. Echt, ik ben hier zo blij mee. Want ik vind het echt zo belangrijk dat iets ook gewoon, als het om sieraden gaat, ook echt heel erg makkelijk in te krijgen is. Ook met kettingen en zo vind ik dat echt zo belangrijk. Want bij sommige sieraden heb ik gewoon echt Nessie nodig. En deze zijn gewoon echt super handig. Perfecte daily oorbellen, zeg ik eigenlijk over alle oorbellen. Maar dat was ook eigenlijk de bedoeling ervan. Ik heb trouwens hieronder even een link gezet van de webshop. Mocht je iets willen halen, ga dan even naar de link hieronder. Ik heb helaas geen kortingscode, maar er is nu een heel grote Black Friday sale. Hoe meer je haalt, hoe meer korting je krijgt. Je krijgt uiteindelijk iets van 25% korting. Dus als je iets wil halen, dat nu via de link hieronder. Oh, het is alweer wat later op de avond. Mijn bezoek is weg en ik ga even mijn iPhone instellen. Ik snap er helemaal niks van. Ik heb dus deze versie. Dit is de iPhone 11 Pro Max. En ik heb er ook zo'n hoesje bij gekocht van Apple zelf. Wat goed zien in deze licht. Maar dat laat ik jullie even morgen nog goed zien. Maar ik ga even alles instellen. Ik heb trouwens de groene versie. En dat zie je nou ook niet echt goed. Dus ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doei doeg. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Ik ben onderweg naar de stad. Wat ik eigenlijk normaal gesproken echt nooit doe. Ik wil echt nooit naar het centrum in Rotterdam als het zaterdag is. Of sowieso weekend. Want het is echt gewoon heel erg druk. Maar ik heb dus bezoek en die wil heel graag naar de stad. Want ze moet een paar dingen halen. En ze komt helemaal uit Twente. Dus we gaan gewoon even samen gezellig de stad in. Ik heb vandaag mijn nieuwe oorbelletjes in van Ana Luisa. Die ik echt heel erg mooi vind. Het is echt heel erg subtiel. Maar echt heel erg mooi. En ik heb die andere oorbellen, die mini hoops, heb ik dus aan mijn vriendin gegeven. Want ze vindt ze echt heel erg mooi. En daar ben je ook heel blij mee, hè? Ik vind ze ook echt heel erg mooi. Ik heb vandaag echt gewoon helemaal een bruine brownie. Ik heb helemaal niet geluncht. Ik heb vandaag helemaal een bruine outfit aan. En ik ben lekker ingepakt in mijn teddycoat. Dus ik zat even de camera in te kijken. Ik vind mijn wimpers echt tegenwoordig zo mooi. Ik heb niet eens meer naar wimpers nodig. Love it. We hebben nog niet geluncht. Dus ik heb even een tentje opgezocht. En wij wilden heel graag Italiaans lunchen. Dus ik heb het even op TripAdvisor gezocht. Toen kwamen we bij Giuliano terecht. Dus ik hoop dat het lekker is. Want ik ben er echt nog nooit geweest. Maar let's try it out. Lekker taartje, heerlijk. Dus ik heb echt zo lekker gegeten. Het is echt een aanrader. Ik heb steak tartare gehad en mijn vriendin heeft een warm broodje met mozzarella en tomaat en basilicum en zo. En het was echt heel erg lekker. Aanrader! Ik ben echt de laatste tijd van, ik wil heel graag zeg maar nieuwe tentjes ontdekken en zo. Dus ik gebruik weer TripAdvisor om overal te komen. Want ik merk gewoon, met Nessie ga ik altijd naar dezelfde soort tentjes. En ik wil gewoon nieuwe dingetjes ontdekken. Dat vind ik gewoon veel leuker. Oeh, deze week is niet normaal. Wij zijn nu bij de Bijenkorf. Man, wat een gedoe. Zoals je ziet op achtergrond zit ik helemaal op het dak geparkeerd. Er is gewoon geen plek. Ik had natuurlijk zien aankomen op een zaterdag. Maar ik hoop echt iets te kunnen scoren in de stad. Het is niet de bedoeling, maar aangezien ik toch hier ben, gaan we naar de Bijenkorf. Ik moest eigenlijk iets terugbrengen van Louis Vuitton. En volgens mij heb ik nog maar één dag de tijd. En ik ben het gewoon vergeten thuis. Dus dat is wel echt kut. Dus de boek van Rihanna is uit. Hij is echt mega groot in het echt. Kijk mijn hand zo ernaast. Zo mooi. Dat is echt mooi. Het is inmiddels 6:30. En ik zit vast op het dak van Bijenkorf. Er is een dikke file. En ik hoorde in de lift dat het dus 3 uur duurt om hier dus uit te komen. Nou, ik kan niet eens uit mijn parkingspot gewoon komen. Dus dat is uit deze garage. Ik moet eigenlijk ook mee doen, kom. Echt. 1 hour later. Echt. Ik zit op mijn Instagram te kijken. En weet je dat ik echt gewoon heel erg zat ben?
al die fucking ordinaire, ik wou zeggen Hollywood outfits. Maar ik bedoel Halloween outfits. Ik ben helemaal klaar met al die lelijke, ordinaire Halloween outfits. Ik wil bijna Kylie Jenner unfollowen gewoon. Dat is gewoon zo fucking ordinair. Sorry hoor. Ergens, maar dat is gewoon bijna een reden gewoon om je tieten te showen tot aan je kin of zo. Ik vind het wel een beetje overdreven hoor. Als je een keer een gala jurk aan heb je een beetje inkijk, oké. Okay. Maar sommigen die willen gewoon een smoes bedenken om er als een piep eruit te zien gewoon. Nou, dat was mijn klaagmomentje van de dag. Jongens, ik heb 2 uur lopen wachten in de garage. Helaas ben ik maar 4 plekken zeg maar, naar voren gekomen. Dus toen hebben we besloten maar even uit te stappen. En gewoon even door de stad lopen. Alles is al gesloten, dus dat helpt ook niet echt. Maar ik denk dat we even ergens lekker een hapje gaan doen. Dat is eigenlijk het enige wat we vandaag hebben gedaan. Maar we komen daar echt niet uit. Ik heb dus net gehoord van mensen die daar vanaf 4 uur al staan. Het is inmiddels 8 uur, dus ja, dat ben ik niet echt van plan. Dus we gaan even lekker een eetentje hier zoeken. Wij zitten nu alweer bij een Italiaans restaurantje. Het is echt heel erg leuk. Een heel knus eetentje. Dit is mijn bestelling. Ik heb een pasta bolognese met groenten. En een lekkere salade mista heet dit. Heerlijk. Oh, wij zijn eindelijk thuis. We hebben het overleefd. Maar ik ben dus vandaag ook nog langs Hudson's Bay gegaan. Want ze hebben dus haar opheffingsuitverkoop. En ik dacht, nou even kijken. Ik moet wel eerlijk zeggen, er was heel erg weinig daar. Maar ik heb dus wel make-up gehad. Ik moet jullie heel eerlijk zeggen, als je voor make-up gaat, dat is de moeite niet waard. Want ik denk dat 80% al is uitverkocht. Wat een beetje leuk is. Maar ik ben langs MAC gegaan daar. En daar heb ik dus een paar producten uit gescoord. Ik heb als eerst van MAC een bronzing powder gekocht. En daar heb ik dus 20% korting op gekregen. Er zo uit. Ik weet niet of jullie dat heel goed kunnen zien. Ja, zo. Dit is de bronzer die ik heb gescoord. Gadverdamme, Nessie. Doe normaal. Mooi hoor, Nessie. En ik heb van MAC een lipstick gescoord. In de kleur Peach Stock. En het is een hele populaire. En hier had ik echt geluk mee. Die vind je niet zomaar. Het is deze kleur. Die heb ik trouwens nu op onder mijn lipgloss. Het is een heel mooie nude kleurtje. Heel mooi deze. Echt mijn favoriet op het moment. Doei schatje. Dan heb ik nog een lipgloss gescoord. Dit was de laatste trouwens, zei ze. In de kleur Spite. En dat is deze kleur. Ik heb hem nog niet uitgeprobeerd, maar ik dacht, hij ziet er gewoon mooi uit. Ik krijg korting op. Dus ik heb hem gewoon meegenomen. En als laatste, ik kwam bij de kassa en daar hadden ze dus een doosje ernaast. En ik denk dat een klant dit heeft laten liggen. Of is het niet meer wel op het einde. Maar ik heb dus gewoon random van Bobbi Brown een moisturizer gescoord met SPF. Die getint is. En dat wil ik heel graag uitproberen. Dus ik heb hem zo gevonden. Dan deed ik hem gewoon even open. Ik kon hem helaas niet testen, want hij is gewoon dicht. Hij zag er zo mooi clean uit, dat ik hem gewoon mee wou nemen. En ik heb hier dus ook best wel veel korting op gehad. Volgens mij is deze 40 euro of zo. En ik heb hem meegekregen voor 23 euro of zo. Dus dit wil ik wel heel graag uitproberen. Dus ik heb nog steeds mijn oorbellen in van Ana Luisa. Ik had het er gisteren al over in mijn video. Maar er is dus nu best wel een grote sale gaande. De Black Friday sale. En hoe meer dingen je koopt, hoe meer korting je krijgt. Een soort van stapelkorting. En er is nu tot 25% korting op alle sieraden. Ze hebben daar dus gold-plated sieraden, maar ook echt goud. En deze is toevallig gold-plated. Maar ik heb ook 2 paar oorbellen die echt goud zijn. Dus als je die graag wil scoren, doe het dan nu. Ik heb de link onder mijn video gezet. Die kan je hieronder vinden. En dan kan je gewoon lekker shoppen. Ik heb een vriendin uit Twente die bij mij op bezoek is. En die wil niet zo graag op video. Dus ik ga lekker mijn pyjama aan doen. Dan gaan we lekker op de bank zitten. En dat is eigenlijk het enige wat we gaan doen deze avond. Dus ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Doei!